Dag Nico, vastgoed blijft een geliefde belegging voor veel Belgische investeerders. En vaak stelt zich dan de vraag, kopen we dat nu privé of met een vennootschap? Een vraag die eigenlijk niet zo makkelijk te beantwoorden is. Ik stel voor dat we er eens dieper op ingaan in de video van vandaag. Nico Hostin, hoofd estateplanning Vlaanderen bij de Grof Peterkam. Hoe bepaal je eigenlijk wat het meest interessante is voor een vastgoedinvestering? Zoals u terecht aanhaalt, is de vraag niet zo eenduidig te beantwoorden. De conclusie zal ook anders zijn als men een gezinswoning aankoopt dan als men bijvoorbeeld een tweede verblijf of een bedrijfspand aankoopt. Nu, als men tot een goede conclusie wil komen, dan doet men er eigenlijk goed aan om de fiscale gevolgen gedurende elke fase van de onroerend goedinvestering in kaart te brengen. Enerzijds de aankoopfase, de tweede de fase van het aanhouden van het onroerend goed en dan uiteindelijk de derde fase, de verkoop. Laat ons dan eerst eens kijken naar die eerste fase, de aankoop. Waar zitten de verschillen tussen een aankoop privé en een aankoop via een vennootschap? Maar eerst en vooral is het zo dat een aankoop van een onroerend goed altijd gepaard gaat met registratierechten. In Vlaanderen bedragen die 12% in de regel. Nu, als men een onroerend goed via een vennootschap aankoopt, dan vormen die registratierechten van 12% een fiscaal aftrekbare kost. Daarentegen, als men privé aankoopt een gezinswoning, kan men genieten van verlaagde registratierechten tot 3%. Nu, dat tarief van 3% kan verder verlaagd worden tot 1%, indien men beslist om de gezinswoning grondig te renoveren binnen een bepaalde termijn. Dus die verlaagde registratierechten zijn wel degelijk een heel belangrijke reden om de beslissing te nemen om zeker een gezinswoning privé aan te kopen. Eenmaal het vastgoed dan is aangekocht, wat zijn dan de fiscale elementen waar we rekening mee moeten houden? Wel, het puur aanhouden van een onroerend goed privé kan eigenlijk genieten van een vrij gunstig fiscaal regime in België. Dat geldt zeker voor de gezinswoning, want die is carrément vrijgesteld van personenbelasting. Er is zelfs geen aangifteverplichting. Maar ook voor andere onroerende goederen die men bijvoorbeeld verhuurt aan een individu die het niet gebruikt voor beroepswerkzaamheden, kan eigenlijk genieten van een vrij voordelig regime. Omdat er belasting optreedt op basis van het kadastraal inkomen en dit leidt tot een belastbare basis die toch wel substantieel lager ligt dan als men zou belasten op werkelijke inkomsten. En dat is wat er gebeurt bij vennootschappen, belasten van reële inkomsten? Ja, inderdaad. Een vennootschap is altijd belastbaar op zijn werkelijke inkomsten. En die werkelijke inkomsten zijn belastbaar aan het normale standaardtarief in de vennootschapsbelasting van 25%. Voor KMO's kan dat tarief verlaagd worden tot 20% onder bepaalde voorwaarden op de eerste schijf van 100.000 euro. Daarnaast kan een vennootschap ook nog genieten van dat bepaalde kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Denken we maar aan onderhoudskosten of afschrijvingen. Daarentegen, als een vennootschap een gezinswoning aankoopt die ze gratis of tegen een lage kostprijs ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider, dan zal de vennootschap zelf niet belastbaar zijn, maar zal de bedrijfsleider belastbaar worden op een voordeel van alle aard, wat soms voordelig belastbaar is, maar wat de laatste jaren toch wel toegenomen is in fiscale druk. En dan gaan we, Nico, naar de laatste fase, een mogelijke verkoop van het pand. Hoe verloopt dat dan, bijvoorbeeld voor een vennootschap? Ja, als men een onroerend goed verkoopt, is het uiteraard de bedoeling om een meerwaarde te realiseren, liefst zo groot mogelijk. Nu, als die meerwaarde gerealiseerd wordt door een vennootschap, dan is die effectief belastbaar aan 25% of in sommige gevallen 20%. Deze effectieve en onmiddellijke taxatie is wel een belangrijk argument om eventueel te beslissen om een onroerend goed toch wel privé aan te kopen. Daaruit begrijp ik dat er privé geen meerwaardebelasting is. Ja, inderdaad. Vaak is dat het geval. Voor een gezinswoning bijvoorbeeld is dat de regel. De gezinswoning is sowieso vrijgesteld van meerwaardetaxatie. Maar ook andere onroerende goederen die men niet te snel weer verkoopt, zijn in principe ook vrijgesteld van inkomstenbelasting. Nu, opgelet daar wel mee. Als men een onroerend goed te snel verkoopt, of men pakt de onroerend goedinvestering net iets te professioneel aan, dan dreigt er een taxatie als speculatieve meerwaarde of zelfs als beroepsinkomsten. Kortom, Nico, wat is eigenlijk de conclusie voor het aankopen van vastgoed? Wel, voor eerst is het belangrijk om de analyse geval per geval te doen en te kijken wat de fiscale gevolgen zijn in elke fase van de onroerend goedinvestering. Nu, in de praktijk zien we wel dat de gezinswoning bijvoorbeeld heel vaak privé aangekocht wordt, terwijl een bedrijfspand, zeker als het grondig gerenoveerd moet worden, eerder via de vennootschap wordt verworven. Nu, naast de fiscale elementen, en dat is toch wel belangrijk, zijn er ook heel vaak niet-fiscale elementen die extreem belangrijk zijn. Denken we maar aan de financiering.
Het is nu eenmaal duidelijk dat een financiering van een onroerend goedproject heel vaak gemakkelijker rond te krijgen is indien men de investeringen via een vennootschap doet. Nico Hosting, bedankt voor de toelichting. En wie meer wil weten, kan uiteraard bij jullie estateplanners terecht. Bedankt.